Studentenkamers werden gisteravond omgetoverd tot poppodia. Na 3 jaar is het studentenkamerfestival Stukafest terug van weg geweest. Verschillende artiesten, zoals Gerard van Maasakker, traden op. Elf studenten offerden hun kamer op. En dat was bijzonder voor de artiesten en de studenten. Het is wel heel anders dan in een zaal staan met de PA, met geluidsinstallatie en mensen die in het plusje zitten en zo. Maar het is heel erg leuk om te doen. Naast muziek was er ook ruimte voor film, theater en dans. Zoals bijvoorbeeld het optreden van Jeroen Kant. We hadden eigenlijk gewoon zin om eens een keer iets als huis te organiseren. En ik vind het altijd leuk om een keer een bandje te kijken. En dacht, nou, waarom halen we de band niet bij ons in huis? Dus dacht, nou, wacht gewoon af wie er komt. We wisten van tevoren niet welke artiest we hadden. Maar we laten ons gewoon verrassen. Leuk aan het Stukafest is dat ik juist ook de dingen uitkies waar ik normaal gesproken niet zo snel heen zou gaan. Dus ik kwam hier voor literatuur. Vervolgens staat hier een singer-songwriter en het maakt eigenlijk niet uit. Want omdat je er zo dichtop staat, is het toch wel erg leuk. Volgens de organisatie was het Stukafest een succes. De kans is dan ook groot dat er volgend jaar een nieuwe editie komt. Hoge opkomst, veel enthousiaste mensen, enthousiaste artiesten. Goede sfeer, dus heel goed. Stukafest werd de afgelopen jaren niet georganiseerd omdat de stichting failliet ging. De organisatie hoopt dat het festival nu een betere basis krijgt.